Goedenavond leerlingen, studenten en alle onderwijsgevenden, ouders en verzorgers en alle kijkers en luisteraars. We staan aan de vooravond van de aanvang van het schooljaar 2018-2019 en het is een voorrecht voor mij om op deze manier met u te delen wat we in het onderwijsproces het nieuwe schooljaar van plan zijn. Ontwikkeling van het menselijk potentieel en onderwijs gaan hand in hand. Willen we dat ons land Suriname tot grote bloei en welvaart komt, dan moeten we investeren in de mens, in die Surinamer. Door educatie hebben we de plicht om vooral kinderen en jongeren hoop te geven op een goede toekomst en succes in het leven, de maatschappij en in de wereld. We gaan dan ook gezamenlijk vol vernieuwde energie het nieuwe schooljaar tegemoet. Hierbij zullen we ons zoveel mogelijk laten leiden door liefde voor onze natie, verantwoordelijkheid voor onze beroepsuitoefening en de motivatie om de opgroeiende generatie hun talenten in alle opzichten tot ontwikkeling te brengen. Binnen het onderwijssysteem hebben we de gelegenheid om in te gaan op de vele uitdagingen die moeten leiden tot kwaliteitsverbetering en efficiëntie van het totaal onderwijsgebeuren. Dit kunnen we alleen bereiken als we samenwerken om ons doel te bereiken, oplossingsgericht bezig kunnen zijn, problemen anders willen aanpakken en vooral door gebruik te maken van de kansen die ons momenteel geboden worden. We moeten goede aansluiting vinden bij de onderwijsontwikkelingen in de regio. Ik noem in dit verband de CARICOM Human Resource Development Strategy 2020-2030, de Sustainable Development Goals, de UNESCO Roadmap in zaken onderwijs, de verschillende verdragen die ons land geratificeerd heeft. Al deze ontwikkelingen begeleiden ons in de richting van vernieuwingen. Hierbij worden zaken als bereikbaarheid, kwaliteit, gelijkheid en de relevantie van het onderwijs centraal gesteld. Maar ook accreditatie en standaarden van diploma's is van belang. Wat betekent dit voor ons onderwijssysteem in Suriname? Ten eerste moeten we met z'n allen de kansen die ons geboden worden op alle niveaus, van kleuter tot universiteit, optimaal benutten. We moeten openstaan voor ideeën en vernieuwingen die ons worden aangeboden. We moeten elkaar steeds stimuleren om meer te leren en onze kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de praktijk te brengen. Onze belangrijkste drijfveer moet zijn willen weten, zoeken naar antwoorden, oplossingen. Maar tegelijkertijd ook bewondering hebben voor de natuur, details bestuderen en de schoonheid zien van het milieu om ons heen. Dit schooljaar zullen we daarom aandacht besteden aan het op een creatieve manier de liefde voor ons land Suriname tot uiting te brengen. Dan denken we aan schoolcompetities om door een lied, een verhaal, een tekening, een gedicht, een toneelstuk Suriname vol trots uit te dragen. Laten we samen op weg gaan om dit prachtig land op een positieve manier bekendheid te geven. Samen ontdekken hoe het vredelievend naast elkaar leven een juweel is in de wereld. Laten we blij zijn dat we in Suriname kunnen leven en opgroeien. Laten we letten op elkaar, elkaar opbouwen en ondersteunen. En negatief gedrag, pesten, vechtpartijen, gangvorming, roddelen, schelden en klagen zoveel mogelijk achterwege laten. Respect, goedheid en vriendelijkheid openen deuren voor eigen mogelijkheden. Als we beseffen dat we een klein maar rijk land zijn, dan moeten we ons op een andere manier in de wereld profileren. Door vrede, gastvrijheid en verdraagzaamheid uit te stralen. Respect voor het anders zijn van de ander en beseffen dat daarin juist het bijzonder van ons allemaal gevonden kan worden. Wie Nawang? Hoe worden deze gedachten nu vertaald in het onderwijsproces? Het traject van vernieuwingen in het onderwijs is ingezet en zal ook
in het komend schooljaar verder voortgang vinden. In het kader van curriculumontwikkeling zijn de hiaten in het lesmateriaal van het primair onderwijs vastgesteld en werkt het team aan aanvullingen en verbeteringen van het lesmateriaal, zodat het aansluit bij de belevingswereld van de kinderen en daardoor ook relevant is voor hen. Het accent wordt niet meer gelegd op het cognitieve alleen, maar ook op onderwerpen als waardering voor de cultuur, respect voor jezelf, de ander en het milieu, welzijn en veerkracht. Het betreft een integrale benadering van de leerstof, waarbij ook aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, basic life skills, het schoonhouden van onze omgeving, de effecten van climate change, maar vooral ICT, informatie- en communicatietechnologie. De nieuwste technologische ontwikkelingen gaan we zoveel mogelijk toepassen in het onderwijs. Voor veel kinderen is het al vanzelfsprekend, maar voor een deel van de leerkrachten nog niet. Er wordt nu hard gewerkt om alle scholen aan te sluiten op het internet. Hierdoor zullen ook de lang geplande mogelijkheden voor het uitvoeren van het student-volgsysteem en distant learning gerealiseerd kunnen worden. Ook zal er op grote schaal invulling gegeven worden aan de training van ICT-docenten. Deze ontwikkelingen zijn het gevolg van onze bilaterale overeenkomsten met respectievelijk China en India. De methodiek zal meer gericht zijn op inquiry-based learning. Dat wil zeggen, het kind moet de ruimte krijgen om te onderzoeken, vragen te stellen, zaken uit te proberen en zelf met leeftijdsgenootjes oplossing te vinden. In het kader van talentontwikkeling van de jonge generatie zal er meer aandacht besteed worden aan de expressieve vakken. Creativiteit ontwikkelen op het gebied van muziek, schilderen en tekenen, dans en drama, handenarbeid en sport. Uitvallers, zitten blijven, moeten we zoveel mogelijk voorkomen door tijdig die noodzakelijke ondersteuning te geven aan leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Als ook aan de leerkrachten, zodat zij beter leren differentiëren en oog krijgen voor de verschillende behoeften van de kinderen. Dit betekent dat ook het systeem van toetsen en cijfers nader geëvalueerd zal worden. Kinderen en studenten moeten zoveel mogelijk de kans krijgen om door te stromen. Dat is niet alleen goed voor een positief zelfbeeld van de leerling, maar heeft ook veel economische voordelen voor de ouders en verzorgers en voor de begroting van het ministerie. Doorstromen, meer kansen bieden en niet afstraffen en gericht op uitvallen, falen en overdoen. Dat is ons doel. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Elk kind leert daarom ook op zijn of haar eigen wijze. Daarom moet ook in het onderwijsproces rekening mee gehouden worden. Dit betekent dat kinderen die voor zijn in hun ontwikkelingsproces vroeg moeten kunnen instromen. Terwijl diegenen waar één of meer vaardigheden nog onvoldoende ontwikkeld zijn, meer tijd moeten krijgen om aan de eisen van de betreffende leerlijn te kunnen voldoen. Ze zullen daartoe middels het inzetten van co-leerkrachten de ruimte krijgen. Van de leerkracht wordt gevraagd een flexibele opstelling om zoveel mogelijk de kinderen te kunnen betrekken en te stimuleren. In het kader van ons inclusief onderwijs zal de afdeling speciaal onderwijs eerder aandacht besteden aan kinderen met speciale behoeften. Tevens zullen alle afdelingen die met de zorg voor het kind te maken hebben, samengebracht worden om als één zorgsector de juiste begeleiding aan het kind te bieden. Aan de driejarigen die daartoe in staat zijn, zal daar waar dit mogelijk is, toegang gegeven worden om te starten met het onderwijs in de onderbouw.
Aan alle kinderen wil ik vragen vooral goed te luisteren naar de onderwijsgevende. Op tijd op school te komen en zoveel mogelijk je tijd goed te verdelen, zodat er balans komt in de dagelijkse werkzaamheden, schoolwerk, huistaken, tijd voor sociale media en tijd om te spelen en andere activiteiten. En vooral leer je aan de regels houden. Elke maatschappij heeft regels, anders kan er geen ontwikkeling komen. Dit geldt ook voor thuis en op school en het verkeer. Hou je aan de regels. In het onderwijsbeleid neemt het technisch en beroepsonderwijs een centrale plaats in. Suriname heeft een goed ontwikkelde beroepsbevolking nodig om het land verder op te bouwen. In alle sectoren van het bedrijfsleven is er vraag naar goed opgeleid kader. Ik hoop dat de jongeren kiezen voor datgene waar hun passie ligt. ICT, houtbewerking, landbouw, hotelmanagement, toerisme. Bedenk het maar en ga ervoor. Word die ondernemer die Suriname in de toekomst nodig heeft. Het onderwijs zal steeds meer rekening moeten houden met de beroepseisen die de natie, maar ook de wereld eist. Vandaar dat uitdrukkelijk aandacht voor het technisch en beroepsonderwijs op alle niveaus en verspreid over het hele land gegeven zal worden. En stop niet met studeren. Maak gebruik van de honderden beurzen die Suriname aangeboden krijgt. Durf te vertrekken en verder te gaan met je ontwikkeling in China, India, Brazilië, Rusland, Turkije, Servië, Cuba, Indonesië, Azerbeidzjan, Frankrijk, Marokko, Canada, Verenigde Staten en nog veel meer. Het ministerie zal dit jaar veel meer bekendheid geven aan de vele mogelijkheden die er zijn voor onze jongeren om verder te studeren. Binnenkort zal ook onze eigen studentencampus geopend worden en verblijf bieden aan de eerste 340 studenten. Vooral voor de universiteitsstudenten uit de districten zal dit een uitkomst bieden waar lang naar is uitgekeken. Momenteel worden de wetgevingsproducten in zaken het onderwijs geëvalueerd en gefinaliseerd. Vervolgens zal er in het begin van 2019 een onderwijscongres georganiseerd worden, zodat alle stakeholders zich kunnen uitspreken over de wetsproducten voordat deze naar het parlement verzonden zullen worden. Het scholenbouwprogramma, als ook het afbouwen en restaureren van lokalen, zal ook dit schooljaar voortgang vinden. Hierbij zal ook de nodige aandacht worden besteed aan de woningen van de onderwijsgevenden, vooral die in de districten. Ik wil hierbij dank zeggen aan al die leerkrachten en schoolleiders die hun comfortabele leven in de stad hebben durven opgeven om zich te begeven naar de districten. Aanpassingen vragen durf en vertrouwen, maar leveren ook de meeste persoonlijke groei op. Ik spreek de hoop uit dat deze groep speciaal ondersteuning zal krijgen van de lokale bevolking, het traditioneel gezag en de districtsautoriteiten. Dat de lokale bewoners beseffen dat elk van deze leerkrachten en schoolleiders bereid is om offers te brengen om uw kinderen daar te onderwijzen, zodat ook zij de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot sterke persoonlijkheden. Ik hoop dat ook daar er een sfeer van acceptatie, respect en waardering zal heersen. Het onderwijs zal steeds meer rekening moeten houden met de beroepseisen die de natie, maar ook de wereld eist. Vandaar de uitdrukkelijke aandacht voor het technisch en beroepsonderwijs op alle niveaus. Suriname heeft behoefte aan goed opgeleid beroepskaders in alle sectoren. Tegelijk wordt er gewerkt aan oplossingen voor wat betreft de bekende knelpunten binnen het onderwijssysteem. Door een tekort aan scholen in bepaalde gebieden zal de klassengrootte niet direct teruggebracht kunnen worden. Maar door het inzetten van co-leerkrachten ter ondersteuning
kan er binnen de groep gedifferentieerd worden en zal er meer in groepen, zowel in als buiten het klaslokaal, gewerkt worden. Een verhaal voorlezen bijvoorbeeld hoeft niet echt in de klas, maar kan ook lekker buiten onder de amandelboom. Ouders en verzorgers, ik dank u voor het vertrouwen in uw kinderen en in de leerkrachten en in het onderwijsproces. Ik vraag u veel geduld te hebben met uw kinderen en ze vooral positief aan te moedigen. Ze kunnen het. Blijft u ze stimuleren en begeleiden. Onderwijsgevende, ook aan u vraag ik de kinderen en studenten zoveel mogelijk op een positieve manier te versterken. Het vormen van de mens vraagt inzicht, geduld, tederheid en zelfbeheersing. U kan dat opbrengen. Daarvoor hebt u gekozen. Ook dank ik alle ambtenaren op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die een belangrijke, ondersteunende rol te vervullen hebben met betrekking tot de voortgang in het onderwijs. Leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers, directeuren en schoolleiders, laten we dromen van een schooljaar zonder zittenblijvers, zonder drop-outs, zonder stakingen, zonder geweld op school. En laten we samen zo positief gericht onze droom in realiteit omzetten dit komend schooljaar. Een fantastisch schooljaar toegewenst.